Ja, ik zei het van de week in de uitzending toen bij ons zat vandaag in Seid. Het is helemaal niet leuk jouw leven geweest toen je topsporter was. Toen zei je, nou, dat viel wel mee. Maar wat een ellende allemaal qua stress. Zeker, ik heb mezelf... Het is geen vraag, een statement, maar... Nou, het is een statement, maar goed, ja, weet je, als je iets vertelt, moet je alles vertellen. En, het was het vrije wil, maar ik heb het zelf voor mezelf heel zwaar gemaakt, dat ik dat voorop zette. En zeker na een aantal verliespartijen, zeker een aantal finales, Olympische finales, WK-finales, ja, ging de druk opvoeren, zeker op mezelf. En dat kon ik later niet helemaal meer filteren. Dat is wel jammer, want het is eigenlijk heel mooi om topsporter te zijn. Ja, dat lijkt me ook. Maar je vond het eigenlijk op een gegeven moment ook oneerlijk. Want je was eigenlijk gewoon de beste. In andere wedstrijden, oefenwedstrijdjes, je mikte ze gewoon de zaal uit. En dan was het zover en dan blokkeerde je. Ja, zeker. Op WK's en Olympische Spelen kon ik het op het laatste... Ja, ik had toch een hoop littekens. En die kwamen telkens wel een beetje bloot. Werden die blootgelegd voor die grote toernooien. En, ja, want ik had wel meer strijd met mezelf dan met mijn tegenstander. Wat bedoel je littekens dan precies? Wat voor littekens? Nou, dan ga je toch nadenken wat er is gebeurd. Hè? Met name de periode vooraf. Dan kreeg je wat slaapstress en alles wat daarbij kwam. En ja, dan, je moet je ontspanning houden. Judo is ook een technische sport. Je moet fysiek, hè, dat kan je trainen. Dat is niet echt een talent. Dat is trainbaar. Maar dat technische verhaal, daar heb je heel lang voor geoefend. En als je ontspannenheid hebt, dus met een voetballer ook. Als je verkrampt is, dan lukt dat niet. Dat is met tennis ook. Hè? Je moet eigenlijk heel soepel die bal in de flow. Je wil in de flow komen. Dat mij ook niet. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar als je dan ondertussen slaapproblemen hebt die je ook nog eens met niemand deelt. Waarom deelde je dat met niemand eigenlijk? Wat was dat? Je hebt dat eigenlijk bijna niet. Ook je coach niet. Die wist niet dat het zo heftig was. Nou, dat is eigenlijk gekomen doordat wij heel veel naar Azië reisden. En wij altijd heel makkelijk naar slaappillen grepen. Dat werd altijd makkelijk voorgeschreven. En het was dan ook makkelijk. Als je naar Azië reist, dan gingen we altijd gelijk trainen. En dan wilde je slapen van tevoren. Dan kreeg je temazepam, lorazepam om die nacht door te komen. De eerste paar nachten. 8 uur tijdsverschil. Dat is vervelend. En daar ben ik eigenlijk wel. Dat is wel makkelijk, weet je wel. Ik heb een beetje stress, neem wel een slaappil. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Werd je verslaafd? Of niet? Nou, zeker voor wedstrijden wel, ja. Off-season zat ik er niet aan, maar voor wedstrijden wel, ja. Ja, en had hij de belangrijkste finale of wedstrijd weer... dan had hij er 6 in zijn mik gegooid of zo. Dus hij was op de Olympische Spelen. Ja. Ja. Had hij zich voor gekwalificeerd op late leeftijd nog, hè? Had hij Roy Meijer lekker, haha, die had het niet gehaald. En hoeveel had je er wel in gemikt, dan las ik net ook nog weer. Nou, het werd wat te veel. Ja, ik ging wel kijken wat de maximale dosering was. Ja, het was niet goed. En dat is ook wel... als ik jonge sporters, weet je wel, blijf van die pillen af, weet je wel. Het werkt niet, je slaapt, je komt niet in je diepe slaap. Nou ja, kan je niet slapen, slaap je niet. Maar die werden jou aangereikt door mensen met wie je trainde... of die er eigenlijk artsen. Voor moesten zorgen dat jij topfit was? Artsen, ja, ik deed dat natuurlijk ook zelf. Maar ja, we kregen... Heel veel sporters hebben wel problemen met slapen, zeker voor wedstrijden. Dus er wordt wel eens een pammetje voorgeschreven. Pammetje hier, pammetje daar was het, ja. Maar ik maakte daar zelf wel een potje van. Dat is gewoon een diepe angst, omdat ik wilde zo graag winnen... en ik wilde niet verliezen. Ik dacht, nou, als ik nu goed slaap... heb ik gewoon een grotere kans om te winnen. Dat is gewoon in mijn hoofd gaan zitten. En daar heb ik nooit helemaal kunnen herstellen. Nee, dat is wel jammer. Hoe frustrerend is het nu als je hier zit... om te weten dat je eigenlijk de beste was... maar je dat nooit hebt kunnen laten zien? Nou, ik heb een mooie carrière gehad. Ik had het in handen, dan had iets meer mogen zijn. Met iets meer maar je geluk. Gaat nu relativeren, Henk. Wat is dit? Ja, dat moet wel een beetje, want anders heb ik geen leven meer. Dan koop ik een touw en dan ga ik je aan de brug hangen. Dat wil ik ook niet. Ik vind het leven ook hartstikke leuk. Blij dat ik hier mag zijn. En natuurlijk, je moet het ook allemaal niet te serieus nemen. Na je carrière dan ga je naar kijken. Ja, je moet nu ook een beetje klaar zijn met die negatieve. En je was toch gewoon de beste? Ik was op een aantal momenten zeker de beste. Maar dat heb je toch ook wel laten zien op bepaalde momenten? Ja, tuurlijk. Maar Wilfried komt natuurlijk de vraag van, kan je daarmee leven? Ja, ik moet ermee leven. En kan ik het? Ik kan het steeds beter accepteren. Tijd heelt wonden. Ik voel me er beter van. Ik ben andere dingen aan het leren. Dat helpt ook. Hè. Je leven gaat door. Alleen, je bent ook nog wel een beetje gek. Hè? Want je bent een topsporter geweest. Een soort monotoom levensstijl. Een beetje autistisch. Dat vond ik ook fijn. Normaal leven is een stuk lastiger. Hè? Dan moet je ineens normaal gaan doen. Moet je aanpassen. Dan heb je een gezin. Nou, dat vind ik af en toe nog wel lastig. Ja, wat gebeurt er dan als dat niet lukt? Nou, ik wil altijd eten als ik trek krijg. En dan zeg ik van, moet je even wachten, want wij gaan met het gezin. En dan kan ik dat heel moeilijk. En dan denk ik, ik moet nu eten, want dat is beter tempo. Voor mij. Ja, dus hebben we thuis al wat gesprekjes over. Maar die had toch wel door dat het niet goed met je ging? Ja, zeker. Zij heeft, we waren ooit een tripje naar Ibiza. En waren we net samen een paar dagen. En toen had zij slaappillen gevonden. Maar ik ga ook spoken s'nachts van slaappillen. Ze springen met bed. En daar was ze nogal van geschrokken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat uit de bed al zeggen. Volgende dag is zei gesprek. En zegt ze, nou, wat is dat nou? Ja, ik had een slaappil genomen. Want ik kwam toen uit Azië en we net terug. En toen deed ze mijn koffer open. Zat er dan leek een halve apotheek. Zei ze, nou, die zijn van mij. En die heeft zo in de kliko gegooid. Zei ze, het is of ik of de slaappillen. Dus kies maar. O jee. Dus dat was op zich wel een goeie. Ja, en zij wist wel dat ik daar problemen had. Dat ik daar aan werkte. Alleen, het was nooit helemaal. Ik heb het nooit helemaal kunnen herstellen. Nee, en zij heeft er ook voor gezorgd dat je die Roy Meijer toch nog een keer wilde verslaan. Want eigenlijk was het wel een beetje klaar. En dan zei ze tegen en dan gaat die Roy lekker straks naar... Hè? Ja, ik ben echt uit de dood opgestaan eigenlijk. Een race, ik was afgeschreven. Hij haalde een WK-medaille. En toen het was eigenlijk wel klaar. Toen zei iedereen van, hij gaat naar de Olympische Spelen. En
Ja, en zij zei van, ga je dat accepteren? Ik zei, nee, ik ga het niet accepteren, ik kan niet meer leven. Dus ik kom terug. Dus dat heb ik nog één keer heel erg mijn best gedaan. Dat is gelukt. Ja, ja. Ja. En kosten van Roy. Ja, ja, zeker. Maar is dat dan ook iets wat je nog echt af moest sluiten? Iets wat je nog niet had gerond? En... Mijn glas was niet helemaal leeg. 3 Olympische Spelen. En ik wilde gewoon heel graag nog één keer proberen. Anton Geesink, in 1964 Olympisch kampioen geworden. In de Budokan. Tokio 2021 uiteindelijk. Weer in de Budokan, waar Geesink het ooit heeft gedaan. Daar mocht ik in zijn voetsporen treden. Dat is natuurlijk wel een ultieme plek om hier een carrière af te sluiten. In het Hol van de Leeuw. Mooi, kan niet. BNR Beurs. Elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zolang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme beleggen. Daar wil je stoppen. Daar wil je het ultieme bereiken. Ja, helaas is het geinig als het geinig is. Want ja, topsport is geen verzekering. Je hebt geen garantie, zeker judo niet. En het was niet mijn dag. En dat is jammer. Daar ben ik ook wel klaar mee. Ja, het is heel jammer. Dat kan je toch helemaal niet gebruiken. Hij is gewoon kloten. Ja, zou ik het zeggen. Kan er nog wel meer van maken. Ja, maar, kut. Het was verschrikkelijk. Het was een absoluut... Kijk, je bent ook op een bepaalde manier... Je was niet depressief, las ik. Maar het waren wel, je kreeg wel antidepressiva. Daar heb ik een aantal maanden, ja, een half jaar, 8 maanden heb ik dat geslikt. Nou, daar werd ik niet beter van. Nee. Vond ik echt verschrikkelijk. Nou ja, dan gaan we vandaag in Zuid-Holt even over de erectieproblemen praten. Maar dat was nog niet met Merel toen. Nee, dat was niet met andere Merel, toch? Ja, andere Merel. Precies, jouw vriendin heet ook Merel. Ja, nee, even voor de duidelijkheid. Ja, die heeft dat niet meer hoeven meemaken allemaal. Nee, heeft het niet hoeven meemaken. En die zei, dat was wel fijn geweest als je toen die antidepressiva had geslikt. Dat was als je daarop weer door wil gaan. Als je over je seksleven praat, dan kan dat niet meer. Maar jij gaat aanhalen, dus ja, dan ga ik daarop reageren. Ik zit dat boek er altijd lezen. Geen probleem. Even stukjes over Roy, maar het is zo geweldig allemaal. Op een gegeven moment heb je het EK 2021. Dat deed geen hond er mee vanwege corona. Het regende afzeggen, dus kwamen Roy en elkaar tegen in de kwartfinale. We hadden een soort veet in met elkaar. Het leek wel oorlog. Er en daarin is blijkbaar alles geoorloofd. Maar ik vind nog steeds dat hij zich behoorlijk asociaal heeft gedragen. En vanaf dat moment gaat het los, hè. Roy Meijer is gewoon een wandelende clown die rare dingen zegt. Een aandachtstrek bovendien. Voor een winters trainingskamp in Brazilië kwam hij in een korte broek en een wijde tanktop aanzetten, terwijl het buiten 2 graden was. Met een glimmende zonnebril en een koptelefoon. Dan ben je gewoon niet lekker bij je hoofd. Bij het trainingskamp van een vrouw liep hij altijd in zijn onderbroek. Dat vind ik ongepast, maar ook omdat je alles wel alleen maar aandacht wil. Roy Meijer verzint gewoon dingen. Hij was opeens heel erg in de heer omdat hij een bloemetje had gezien in een televisieprogramma. Terwijl niemand er ooit van geweten had. Hij gedraagt zich gewoon heel slecht. Wilfred, het boek moet nog verkocht worden. Nee, maar het is echt geweldig. Ik heb het zitten lezen. Nog even kijken. Roy Meijer haalt er alles bij om aandacht te trekken. Daar hou ik helemaal niet van. Hij traint ook heel vaak niet. Hij komt maandenlang niet opdagen. Hij doet geen kloten, maar hij heeft wel een hele grote mond in de media of bij de NOS. Hij houdt van aandacht. Als hij aandacht krijgt, dan gaat hij trainen. Anders niet. Ja, je bent topsporter of niet. Roy Meijer kan heus wel wat, hoor, maar hij is niet zo slim. Op de mat in zijn pakking, dat was zijn geluk. Hij praat Engels zoals Louis van Gaal, vrij laagwekkend. En als hij verlies komt, hij standaard met excuus vooral. Ik heb Roy Meijer ook als behoorlijk agressief ervaren. Daarom ben ik niet zijn vriend. En daar die komt. Roy Meijer is ook heel lomp. Hij bepaalt wanneer hij een worp in zit. Maar als hij dat niet goed zit, trekt hij gewoon wel door. Roy Meijer kan zich ook heel moeilijk gedragen in een groep. Hij eet met zijn handen en meer van dat soort dingen. Borden vol eten opscheppen en al lang niet alles opeten. Ongemanierd met zijn mond open eten. Niemand wil ook meer met hem op een kamer liggen. Ik zou de gekste verhalen kunnen vertellen over Roy Meijer. Sterker nog, ik zou een heel boek over Roy Meijer kunnen schrijven. Dat is echt geweldig als je het zit te lezen. Echt fantastisch. Ja, dankjewel. Of heb je er spijt van nu? Nee. Je moet het is waar gebeurd. En ik heb me vreselijk aan deze man geïrriteerd. Dat is te merken, ja. En dit is nog de milde variant. Ja. En zo nog een andere variant. Dat heb ik uit het boek gelaten. Oh, dan had misschien waarom best iets... eigenlijk? Nou ja, omdat ik niet... Ja, sommige dingen gaan te ver. Snap je? Zoals? Nou, dat ga ik niet vertellen hier. Dat is niet de show om dat hier te doen. Nee, maar na dit kan dat toch ook nog wel? Ja, goed. Ik werd vandaag geappt door mensen die mijn boek hebben gelezen, die in het team zaten. Zeiden, ja, klopt. Het is echt geen woord van gelogen wat je hebt opgeschreven. Dat is gewoon een lul, was het? In mijn ogen wel. Jij kon ook een lul zijn trouwens. Ik ben was een onwijze lul, zeker als het om winnen ging. Ja. Wat zou hij over jou schrijven dan? Hij mag alles schrijven wat hij wil. Ja, ik heb echt. Als je uitdeelt, moet je ook kunnen ontvangen. Ja, maar in alle opzichten, je ging trainen. Dan ben je een club hield je nog een beetje in. Maar als je gewoon bij het nationale team flikkerde iedereen tegen de muur aan. Ja, maakte je geen zak uit. Ik heb ze een knock-out gegooid, dwars door de muur. Ik heb alles gedaan wat niet goed was. Ja, en een beetje zuigen. En een beetje zuigen. Tuurlijk. Dan zit je op Radio 1. En welk fragment ga je aanvragen op het moment dat ze jou vragen om een leuk radiofragment aan te vragen? Nou. Ik weet niet meer wat je nu doet. Ja, dat is met Dennis van der Geest. Oh, die was 30 kilo zwaarder dan Maarten Arends. Ja, dat is het videofragment bij De Wereld Draait Door. Nee, klopt. Ik ontvang ook, dus het is geen probleem. Hij liet dus een fragmentje, moet je even vertellen. Dat is wel een goed verhaal dit. Ja, Dennis van der Geest had ooit tegen mij een coach een Nederlands kampioenschappen, een finale gehad. Alle categorieën heb je geen gewicht. Maar zeg maar licht tegen zwaar. Mijn coach was toen denk ik 90 kilo en Dennis 125. En die hebben toen de finale en mijn coach won toen. Met een mooi punt. Dat kan een keer gebeuren en Dennis baalde daarvan.
Ja, goed, ik vond het leuk om dat fragment te laten zien om hem even... Ja, maar daar waren ze ziek van. En niet een beetje ook. Ja, Dennis was niet... maar dat heeft hij mij nooit direct verteld. Maar hoor ik dan via kwam hij daarop terug. Ja, goed, ze hebben mij ook belachelijk gemaakt. Nee, maar daarna hebben ze juist daar om jou belachelijk gemaakt. Want zijn vader was... Jij vertelt, dan kom je op het komende... Dat EK wat daarna komt... Bereid je de finale tegen Ilko, de broer van Dennis van der Geest. Die komt dan uit voor België, dat was de schuld van Henk. Want ja, er konden niet te veel Nederlanders aan de kampioenschappen meedoen. Dus opeens moest Ilko voor België gaan vechten. En die komt in de finale tegen hem uit. En nou, er viel een heel stuk uit zijn ribbenkast. Hij kon niet meer lopen, hij kon niet bewegen. Toen heeft de dokter met 26 injecties en allemaal pillen hem nog klaargestoomd voor die finale. En die verloor die. Maar toen zaten ze de dag daarna bij de Wereld Draait Door ook, of niet? Ja, toen zitten de dag daarna bij de Wereld Draait Door. En toen werd ik gevraagd om aan te schrijven. Nou ja, luister, ik heb niet gewonnen. Dus ga lekker nodig Ilko Dennis uit. En maak er een mooi stuk van. Want ja, ik ben niet de winnaar. Dus ik ga er absoluut niet zitten. En er zat Cor daar ook bij. En dat was ook zijn coach. Cor was technisch directeur van Nederland. En Ilko was in België. En Dennis was toen al gestopt met judo. Dus het was een hele rare situatie van mijn kant. Want Cor hoorde ook bij de judobond. Die moest mij eigenlijk feitelijk gezien een beetje beschermen. Zeg, luister, deze jongen was misschien niet helemaal fit in de finale. Maar hij heeft al die injecties gezien die werden gezet bij jou. Ja, zeker. Maar goed, ik ben gaan judo. En als je eigenlijk judo moet je ook geen excuses hebben. Maar later gingen ze zeggen in de media van... Nou ja, hij had geen blessure, hij had niks. Nou, ik viel na die wedstrijd gewoon knock-out. Ik kon helemaal niks meer. Maar dat maakt niet uit. En toen later heb ik ook gewoon mijn gram weer gehaald. Ja, ze hebben hem weer gepakt, hè? Zo gaat het. Zo de weer. Maar dat is ook leuk. Ik krijg er ook energie van. Je moet een beetje mensen uitdagen. Weet je wel, emotie maakt sport. Ik vind dat niks over het algemeen om mensen uit te dagen. Maar als jij dat nou zeker niet zulke mensen. Oh, is dat zo? Oké. Ik vind het wel.